Roger Reyners. EK kwalificatie, wedstrijd uit tegen Engeland, 1-0 verloren. In het zicht van de haven gestrand, voor mijn gevoel. Hoe voelt dat? Nou, in het zicht van de haven gestrand als je het hebt over de eerste plaats. Dat denk ik ook wel. Ja, dat voelt natuurlijk niet zoals we ons voorgesteld hadden. Je gaat hier naartoe met de intentie om, om hier je kwalificatie af te brengen. Dat is niet gelukt. Dus ja, dat is heel zuur. Wat ging er mis? Ik vond dat we de eerste helft nog vrij aardig speelden. Ik vond dat we de bovenliggende partij waren. Dat voetballend goede momenten uitkwamen. In aanvallend opzicht niet echt te doortastend. Te snel de eindpaas willen geven. In de tweede helft heb ik daar heel weinig, bijna niks van teruggezien. Was het heel veel verdedigen, heel veel tegenhouden. Daar hebben we ook heel veel energie in gestopt. Maar we kwamen zelf veel te weinig aan de bal. Laat staan dat we aan het aanvallen toe kwamen. We hadden op een gegeven moment nog maar één aanvaller over en dat was Manon. Dat is te weinig om een wedstrijd te kunnen maken. Ja, want dat dwingende voetbal wat jullie willen spelen, dat heb je eigenlijk toch uit de hele wedstrijd niet echt gezien. Ja, ik vond de eerste helft bij momenten wel. Maar ook daar had het meer gekund, want die mogelijkheden lagen er. De tweede helft ben ik met je eens helemaal niet. Nu woensdag Servië, die moeten jullie sowieso winnen om kans te maken op de tweede plaats. Ook via de play-offs kunnen jullie nog plaatsen. Hoe gaan jullie daarvoor prepareren? Nou goed, nu ben je teleurgesteld. Dat zie je ook als je in het kleedlokaal bent. Dat lijkt me ook vrij logisch. Ja, wat voor gezichten zie je daar? Iedereen slaat een beetje voor zich uit, kijkt naar beneden. Ja, dat druipt er dan wel vanaf. Dat mag. Dat hoort er ook bij. Je moet het gelijk wegnemen na zo'n wedstrijd. Vanaf morgen moet alles weer gericht zijn op Servië.